ga jou vandaag laten zien hoe jij zelf heel simpel een origami kerstboompje kan vouwen. Ik ga het eerst vouwen met twee papier vouwblaadjes die ik op elkaar vastplak, zodat ik bovenkant groen heb, onderkant rood. En daarna ga ik het nog een keertje doen, maar dan met een mooier vel. Gewoon om te kijken wat het verschil is in effect en wat ik gewoon mooier vind. Nou, ik ga dus eerst beginnen met twee origami blaadjes. Deze zijn trouwens heel erg goedkoop. Ik koop ze altijd bij de Action of bij Big Bazaar, zeg maar gewoon Zeeman, bij goedkope winkels. Deze is wel wat duurder. Dat heb ik in een hobbywinkel gekocht en uit mijn hoofd kost die volgens mij iets van 9 of 10 euro voor een pakketje met blaadjes. Oké, dus ik begin gewoon met de goedkope vellen. Die plak ik aan elkaar vast. Ze verschillen in grootte, jammer genoeg, dus ik moet even de randjes eraf knippen. Zo. En dan ga ik dus beginnen met de rode kant naar boven, dus groen gaat naar beneden. Je kan dit ook met een gewoon groen blaadje doen, dus zonder rood. En dan ga ik je straks laten zien hoe je dat dan heel mooi erbij kan knutselen. Ik ga eerst beginnen... Oh, sorry, ik ga helemaal fout. Ik ga eerst beginnen door deze twee punten op elkaar te leggen. En dan vouw ik hem weer open. Dan ga ik een vlieger vouwen. Dat doe ik dus door dit. Hier zie je deze lijn die hier zo loopt. Die gaat helemaal hier in het midden komen. En dat doe ik dus door de punt vast te pakken. En de punt duw ik dus die lijn er zo, hup, naartoe. Hetzelfde doe ik aan de andere kant. Daar gaat ook de lijn naar het midden toe. Dus je draait hem gewoon zo, hups, naar binnen. Je duwt hem naar binnen. De punt komt gewoon echt daarop te liggen. Die duw je daarheen. Klaar. Dan draai je hem om. Zo. En dan gaan we hier dus weer, daar, die komt daar weer op te liggen. Dus we pakken de punt weer en die trekken we zo. En dan komt deze lijn die je hier ziet, komt helemaal daarop te liggen. Kijk, ik duw hem erheen. En hetzelfde aan de andere kant. Die komt helemaal hierop te liggen. Je pakt de punt en je trekt hem erheen. En je duwt dit dus helemaal daar naartoe. En zo moet het er dan even uitkomen te zien. Ik pak er even een stift bij, want dan kan ik dit even wat duidelijker laten zien. Hier trek ik een streep, ongeveer hier zo. Dat hoef jij niet te tekenen hoor, ik teken hem gewoon puur om het jou te laten zien. Ik ga zo meteen over de streep vouwen. En dan zie je hier die twee punten. Nou, daar kan ik ook zeg maar even een streep overheen trekken. Oh, dat doe ik heel slordig, maar dat komt natuurlijk dat mijn papier niet helemaal recht was. Zo, daar teken ik een streep en daar ga ik dus overheen vouwen. Let maar op. Ik begin dus eerst hierboven. Daar ga ik de punt van naar achteren duwen. Zo. Kijk, daar is de punt. Zo moet dat eruit zien. En dan hier gaat hij over de streep. En dat is wel jammer, want ik heb daar dus nu een beetje overheen getekend. Maar goed, dat is om jou te laten zien. Over die streep vouw ik hem zo naar achteren. En dan ziet het er zo uit. Zo ziet het er dan uit als je hem omdraait. En dan ga ik even hier goed met mijn nagels over de vouwen. Zodat hij even wat beter blijft staan. Oké. Nou, prima. Dan ga ik nu weer een streep tekenen om jou te helpen. Nogmaals, wat ik met mijn stift doe, dat doe jij niet. Maar ik laat het gewoon aan jou zien hoe je het moet vouwen. Even kijken, ongeveer hier. Zo, ga ik dus weer een streep tekenen. Zo. Daar ga ik het weer overheen vouwen. Ik ga hem dus zo. Dus dan heb ik dus hier een klein stukje vanaf de punt een klein stukje naar beneden gedaan. Andere ook vanaf de punt een klein stukje naar beneden. En dan vouw ik hem zo terug. En dan is de kerstboom klaar. Want als ik hem omdraai, zie je de kerstboom. Nou, leuk hè? Hij is dus gewoon heel simpel.
En dan kun je hem dus heel leuk gaan versieren. Nou, dat heb ik hier gedaan. Je ziet hier, ik heb hier een kleiner blaadje gebruikt. Dus je ziet dat mijn kerstboom ook wat kleiner is. Ik heb hem leuk versierd met pailletjes die ik van Big Bazaar heb. Wel een jaar geleden, dus ik weet niet of ze het nog hebben. En sterretjes, die heb ik denk ik ook bij Big Bazaar. Zeeman kan misschien ook. En ook een heel leuk bloemetje wat een beetje glant. Dat kwam volgens mij ook van Big Bazaar vandaan. En dan heb ik een heel mooie kerstboom. En zoals ik al zei, ik ga het nog een keertje doen. Maar dan hiermee om het verschil te zien. Voilà, dit is dus zoals het eruit ziet. Zo ziet het eruit met mijn wat mooier gekleurde blaadje. En nou, ik vind dit eigenlijk toch wel leuker, want dit kan je wel heel erg mooi versieren. Zoals ik al zei, stel je hebt geen rood en groen, je hebt alleen groen. Nou, ik heb deze dus eerst ook alleen gevouwen met groen. Wat heb ik toen gedaan? Ik heb een rood stuk papier gepakt van wat ik nog over had aan knipsels. En dat heb ik erin gestoken en dan gewoon vastgeplakt. En dan aan de achterkant omgedraaid en erop geplakt. En ik weet wel, bij origami mag je eigenlijk niet plakken en knippen. Maar ach, om te versieren vind ik hartstikke leuk om te doen. Ik hoop dat je het filmpje leuk vindt. Ik heb nog een hele andere kerstboom die je ook kan vouwen. Maar die is wel een stuk moeilijker. Wil je die zien? Dan zal ik hier een linkje plaatsen onder de in. Onder de beschrijving bij dit filmpje ga ik ook allemaal linkjes voor je plaatsen. Naar leuke knutselwerkjes met kerst. Vond je het leuk? Geef het een like. Abonneer hier mijn kanaal. Daar mijn mans kanaal. En hier twee leuke filmpjes. Bedankt. Tot de volgende keer. Doepa doe!